Tot op heden hebben we in de afleveringen van de Bredaanse Wereldkeuken steeds dames te gast gehad. Maar dit keer, in de vierde aflevering, is dat Antonio, dus een heer, een senior uit Mexico. Hè? Mexico-stad kom je vandaan? Ja, ik kom uit Mexico-stad en ik woon nu in Nederlands. Misschien bijna 2 jaar. Ja. Je praat inmiddels een redelijk woordje Nederlands, hè? Ja, nog niet zo goed, maar... Nee. Maar als het te moeilijk wordt, dan doen we het misschien af en toe in het Engels. Hè? Ja. Dus we zien wel hoe dat het gaat. Nou, we staan hier nu in de keuken van ons, hè? Want dit programma komt vanuit ons. Aan de Evert Spoorwaterstraat 41 in de wijk Gerenzuid in Breda. En je hebt hier allerlei onderdelen. Hè? Je hebt een winkeltje en je hebt een restaurant en de keuken erbij. En jij werkt af en toe ook als vrijwilliger, hè? Als chef in de keuken. Ja, inderdaad. Ik kom hier soms om de mensen te helpen. Mm-hmm. En als ik... Als dat nodig is, dan help jij eventjes mee. Want je hebt ook je eigen bedrijfje inmiddels hier opgestart. Ja, voor mij is... Ik vind het leuk. En je maakt Mexicaanse gerechtjes. Ja, burritos. Burritos. Zullen we dan naar de keuken gaan van het restaurantgedeelte? Want daar staat alles al klaar. Ja, oké, gaan we die kant op. We gaan burritos maken, hè? Ja, inderdaad. Is dat een beetje het nationale volksvoedsel van Mexico? Ja, dat is echt Mexicaans eten. Dus we hebben some ingredients. Ja. Wat ligt hier allemaal klaar? Ja, dit is kip volgens mij, hè? Ja, dat is kip. Ja. Dit is rijst. Dit is de speciaal saus. Saus, ja. Een beetje sla. Sla. Onion, uien, tomaten. En deze is tortillas. Ja, tortillas. Ja. En jij moet handschoenen aan, hè, voor de hygiëne natuurlijk. Heel belangrijk. Ja. Nou ben je 2 jaar in Nederland, hè, inmiddels. Deed je dit in Mexico ook al? Sorry? Did you do this job in Mexico? No, actually, eigenlijk niet. Nee. Wat ben je eigenlijk van beroep? Ja, ik ben ook een acteur. Ja? Ik speel ook in Penosa, een Nederlands tv-serie. Zoals de Mexican Mafia. Dames en heren, we hebben een beroemde acteur in ons midden. Jawel! Ja? Je hebt daar een rolletje in gespeeld. Ja, ik heb dat gedaan en nu voor een film. Mm-hmm. En maar ik heb ook mijn eigen bedrijf. Even over die film, dat vind ik wel heel erg leuk. Want je bent daar speciaal voor gevraagd. Of zijn je ingeschreven bij een of ander bureau dan? Invited to that picture, to that movie? I've been invited. I think that I look like the Mexican mafia. Ja, hij lijkt een beetje op mafia natuurlijk. Hè, dus, En was het leuk om te doen? Spannend? Zeker. Grappig. Jij was dan de Mexicaanse mafia. Ja. Prachtig. Maar goed, we hebben het nu over de keuken. Nou ben je 2 jaar in Nederland. Yeah. Hoe ben je nou in Nederland terechtgekomen? Ja, voor de liefde. Voor de liefde. Voor de liefde. Liefde, correct. Voor de liefde. Maar dat is een beetje over, geloof ik, hè? Shit happens, hè, zeggen ze altijd op zo goed Nederlands. Ja, dat soort dingen gebeuren. Maar je bent dus wel hier in Nederland blijven wonen, in Breda. Ja, ik woon in Breda. Ja. Bevalt het in Nederland? Vind je het een leuk land om in te wonen? Ja, ik vind Nederland is een leuke land. Mm-hmm. En voor mij... Ja, ik... Ik, uh, ik,
heb veel geleerd. Ja. Is dat correct? Ja, scheur. Ja, in de Nederlands en ja. Ik hou van Nederlands. En Breda, is dat wel een beetje jouw stad? Ja. Breda voor mij is een really nice city. Ja, leuke stad dus. Really friendly. Mm-hmm. Vriendelijk. En ja, makes me feel home. Ja, dus je voelt je thuis ja. Hier. Hè? Dat begrijp ik er allemaal uit. Het is natuurlijk wel, want je hebt ook een hele tijd in Mexico stad gewoond, hè? Ja. Dus, hoeveel miljoenen inwoners heeft Mexico stad? Volgens mij net zoveel als Nederland. Ja, 22 miljoen, hè? Miljoen. Of zo. Ja, dus meer inwoners dan heel Nederland. Ja, dat lijkt me immens, heel groot om in zo'n stad te wonen met zoveel mensen. Ja, dat beviel je ook niet. Nee. En toen ben je nog naar een andere plaats gegaan? In hier? Nee, in Mexico. In Mexico, ik heb in Playa del Carmen gewoond. Playa del Carmen, daar ben ik wel eens op vakantie geweest. In Playa del Carmen, ja. Kijk maar. Ontzettend mooi plaatsje, heel rustiek. Ja, Toen heb ik ook nog wel een uitstapje gemaakt naar Cancún. Ja, Cancún. Nou, dat vond ik dan weer een mooie stad. Een beetje heel Amerikaans. Ja, inderdaad. Ja. En de Inca-tempels bezocht. Ja, dat klopt. Oh, prachtig. Ja. Ja, prachtig land. Hey. Ga je er nog wel eens terug naartoe? Ja, misschien. Op dit moment mijn bedrijf gaat wel. Mm-hmm. Dus het gaat goed. Ja. Ik moet de film doen. Ja, oh ja. Dus ik heb geen tijd. Ja, je hebt eigenlijk geen tijd. Je hebt het gewoon inderdaad. Dus hartstikke soms druk. Soms moet werken. Ja, ja, ja. Dus, en is het een eenmansbedrijfje? Ja, ja, dat is mijn eigen bedrijf. Ja. Dat moet ik eigenlijk ook nog eventjes zeggen. Want normaal gesproken staan we hier altijd met z'n tweetjes. Maar goed, je eenmansbedrijfje. Dus ja, je bent dan ook maar... Ja, inderdaad. Zeg, zullen we eens wat gaan doen? Want we staan hier wel te kletsen. En weet ik het allemaal. Maar we hebben nog niks gedaan. We are going to roll the burritos. Ja. Sometimes in in Netherlands. Ja, in Nederlands. Ja. I have seen that people don't use rice. In Nederlands gebruiken we geen rijst. No. Oh. No. Too much kaas. Kaas, ja. Oh ja. Dus, ja, we gooien heel veel kaas op natuurlijk, hè? Hollandse kaaskoppen, hè? Ja, inderdaad. Maar this time we are not going to use it. Okay. So we are going to make more Mexican burritos. Ja, we gaan het op zijn Mexicaans. Ja, zo hoor ik natuurlijk ook. Okay. Dus als ik iets moet doen, dan moet je het maar zeggen. Ja, zeker. Zal ik de tomaten, dat heb ik vorige keer ook al gedaan trouwens. En die uitje, als jij de rest doet. Ja, oké. Okay. Want ik ga natuurlijk niet alles doen, hè. moet het klein of... Blokjes. Over die kleine blokjes. Ja. Nou, dat was vorige keer ook al. Dus, sorry. Ja, nee, ga rustig gaan. Dus, En hoe heet jouw bedrijf? Wat je heet? Ja, mijn bedrijf is Burritruck. Dus Het is in Breda. In Breda, ja. Dan wel, en waar zit je ergens? Ja, overal. Overal. Ja, nee, ik heb aangelegd een food truck. Dus ja, ik ga overal Breda. Ja. Je hebt een Facebookpagina of inderdaad, via internet? Facebookpagina, ja. Via WhatsApp. Want ik zie hier wel wat dingetjes staan. Hè? Ja. Mensen via Facebook en via WhatsApp kunnen ze bestellingen doen. Zal ik dat eventjes ook aan de camera laten zien. Dat is misschien altijd wel net zo handig. Dan nog eventjes de achterkant, hè, waar alle gegevens verder op staan. En die kip die heb je vooraf gemarineerd? Ja, inderdaad. Dat is met echte Mexicaanse ingrediënten. Ja. En ook met de saus. Ja. Ik heb ook geïmporteerd de tortillas. Mm-hmm. The difference from the tortillas in Mexico and in the Netherlands is thicker. In Nederlands is... Ja, dus het verschil tussen tortillas in Mexico en Nederland. In Nederland zijn ze dikker. Ja, dikker. En in Mexico zijn ze dus dunner. Oh ja. Ja. Dus, dat vind ik ook lekkerder. Moet je die uithalen? Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar zijn die dan veel dikker in Nederland? Ja, zijn ze in Nederland veel dikker? Ik denk wel. Oh. Ja, een beetje meer. Oh ja. Dus, ja. When
when you eat the tortilla here or the wrap, yeah, yeah, it makes you feel a little bit heavy. Oh yeah, dan heb je, krijg je zo'n zwaar gevoel van als je heel veel van dat binnenkrijgt. Dus, okay. The first step we have to do always is with the pan. Yeah. Dus het eerste wat we moeten gaan doen is die ding moet in de pan natuurlijk, hè, moet een beetje verwarmd worden. We have to wait a little bit. Yeah. Till the temperature is. Oh ja, moet even wachten tot de temperatuur inderdaad. Goed is. Wat zijn nou verder jouw toekomstplannen hier voor in Nederland? Dat is eigenlijk niet. Ja, wat voor de future? What is my plans? Ja, your plans for the future? Ja, keep jouw bedrijf verder uitbreiden. Ja, inderdaad. En proberen. En in Pinoza 3 spelen en Pinoza 4 spelen? No, niet voor de volgende seizoen. Ja. Maar voor, want ik ben in de film. Oh ja, in de film, Daarom ik heb geen welke film is dat dan? Ja, dat. Ik kan niet zeggen. Oh, dat mag je niet zeggen? Nee, dat mag. Maar het is dus wel weer speel je weer een maffia-rol? Ja, een maffia. Dan kom je nooit meer vanaf, joh. Kom je nooit meer vanaf. Je blijft een maffia-figuur op die wijze. Dus, dat mag. Ja, dat is goed, klaar. Ja. We have to make it pretty warm. Anders, als wij het moet een beetje voorverwarmd inderdaad. Zijn. Ja. Een beetje aandrukken. Is wel populair eten tegenwoordig in Nederland, burritos? Burritos, ik denk het wel. Ja, denk het wel. Ja, wat wij eten tegenwoordig in Nederland, eten van allerlei culturen, hè? Wij eten Chinees, Thais, Mexicaans. En Mexicaans. Ja, Grieks, noem maar op. Ja, dus, kijk. Nu, wij hebben de tortilla. Ja, de tortilla. Dus, En wat komt er dan? Oh, er komt eerst de rijst. Ja, yeah. We're gonna put a bit rice. Ja. Yeah. Oh, dat is aardig wat. Dat is gewoon koude rijst, hè, neem ik aan. Kan koude rijst. Kan. Oh, ik denk het een beetje beter met warm rijst. Ja, oké. Okay. Oh, deze is warm. Ja. Oh ja, voel het, ja. En dan de kip. Ja, de kip. Ja. Ja, ik heb de handschoenen. Ja, dus je hebt handschoenen, dus ja, dan mag dat, hè. Ik zal er vanaf blijven. En dan. Een beetje tomaat. Een beetje tomaat, ja. Een beetje voor de gezondheid, hè. Ja. Een beetje voor de vitamine. Het is. Alles is echt gezond. Ja, ja. Dus, en dan, oh ja, ui. Beetje uit. Ja. En dan sla. Sla. En dan, we are going to roll it. Ja. Wil je proberen? Ja, ik zal proberen. Ja? Zo okay. Of zo? Nee. Deze. Oh, zo. Wacht even. Ja, zo. Ja? Ja. En dan, en zo. Nou deze. Oh. But you have to keep no. Nee. Have to roll since here to here. Oh, dan moet ik die kant op. Ja, probeer maar. Vloekt er dat er niet uit? Nee. Oh. Een beetje. Een beetje. Nou? Let me try. I'm gonna show you how it's going to be. Ja. Yeah. Kijk maar. Oeps. Oh, het is wel een rotzootje zo. Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Dus kijk. Zo, ja, en zo. Een soort envelopje van maken. Oh ja, oh, een beetje rollen zo, ja. Ja. Yeah. En? Oh ja, ja. Oh, nou is die al. We say this in Mexico. Ja. Yeah. How to know when is a burrito good roll? Ja, hoe weet je in Mexico dat een burrito goed gerold is? Ja, inderdaad. Dus, Oh, dan moet je nog eventjes. Ja, after. Ja. A little bit to give more color. Ja, oh ja, we moeten een beetje kleuren krijgen. Oh, dat gaat heel snel, dat ding is hartstikke warm. Dus, en we staan er nou ook nog voor wat betreft de ingrediënten, hè? Regionale verschillen.
eten ze in Mexico stad die burrito's anders dan bijvoorbeeld in Cancun of Playa del Carmen? Ja, Playa del Carmen wel. Misschien Mexico in the north of the country. Ja, ja. Also, ja. Ja, het is overal wel een klein beetje verschil af en toe. Ja, een beetje. Ja. Mis je je eigen land? Ja, ik mis mijn familie. Oh, je familie? Ja. Mijn familie, my friends. De food eten niet zo. Nee? Ja, niet te veel. Nee. Ja, ik ben een kok, dus ik ben mijn eigen Mexicaans koken. Ja, dus, je kunt maar eet je nou ook wel eens gewoon Nederlands eten, hè? Van friet of boerenkool met worst en spruitjes. Noem maar op. Misschien de volgende keer een burrito. Ja. Een Dutch burrito. De Dutch burrito, ja, zou kunnen. Ja, kan wel. Ja, dat is eigenlijk best een goed idee, een Dutch burrito. Ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Zeg, nou zijn we al de hele tijd hier. Eigenlijk moeten we een beetje richting tafel gaan. Zullen we nog even aan de tafel gaan zitten? Ja. Zullen we dit meenemen? Ja, of, natuurlijk wel. Ja, even een bordje. Ja, even een bordje tevoorschijn toveren. Dit eten we met mes en vork voornamelijk. Dat is wel een heel lang op zich. Je moet wacht even. Oh, no, de saus moet ook nog mee natuurlijk, hè? Ja. Dank u. Ja. Oh ja, zo natuurlijk. Ja, dat krijgt helemaal niet weggewerkt. Moment. Zal ik moet, de saus? Nou, dan voordat wij aan tafel gaan, kan ik misschien mooi eventjes vertellen dat we nog aan de mensen in Breda gevraagd hebben, omdat ze eigenlijk wel weten waar Mexico ligt. Ik denk het haast wel. Laten we eens eventjes kijken. Lange beetje omhoog. Daar. Staat erop, dan moet je ook een beetje omhoog. Hier. En daar. Kijk, nou, je zit goed in Amerika. In Amerika, dat is al leuk. Nee, Mexico. Ja, nou, dat is moeilijk, hè? In één keer goed. Ja. Dank u wel, dat was het dan. Ja, nou, dat is toch fantastisch dat u dan meteen. Ivo. Ja, u bent al warm hoor. U zit al in het continent Amerika. Ja. Hier is Amerika. Hij zat ertussen al. Ja, hier heb ik gewoon. In Canada. Oh, mooi, of niet? Ja. Yo. Super, geel. Zo over een land, zo in het gele vlak. Wie zijn allemaal geel? Dat is geel. Ja, we zijn aan het kijken of de mensen in Breda een beetje weten waar de verschillende. Dit moet je toch weten. En in ons hier heel warm. Oh hier. Kijk. Mexico. Perfect. 100 euro gewonnen. Nou ja, zo weten we dan dus waar Mexico ligt. Ja, eigenlijk is dat nog Noord-Amerika, hè? Ja, vind ik eigenlijk zo gek dat dat... Zuid-Amerika. Ja, voor mijn gevoel is het meer Zuid-Amerika. Nee, het is Noord-Amerika. Ja, het is Noord-Amerika. Nou ja, gescheiden ten noorden daarvan de grens van de Verenigde Staten. Ja. Natuurlijk, ja, een immense land, hè? Mexico, heel erg groot. Erg groot. Ja. Misschien bijna... Europe. Ja, zo groot? Echt? Ja, in ieder geval een. Niet. ja, als je het vergelijkt met Nederland, hè? Yeah. Dan zijn wij maar een lilliputter. natuurlijk. Wat zijn nou jullie belangrijkste feesten in Mexico? 2nd of November. Ja, 2e november. Is the Day of the Dead. We celebrate. Oh ja, dat hebben wij ook hier, alle zielen, alle heiligen, 1 en 2 november, ja, dat hebben wij ook. Oh, dat is een belangrijke herdenkingsdag. Ja, ik denk zo, or september also, independence of september. Oh ja, de onafhankelijkheid. Ja, is sinds 15 en 16. 15 en 16 september, ja ook heel erg belangrijk. Ja, we celebrate the independence of Mexico. Dat nou wel zo heel makkelijk natuurlijk, hè, van proberen het in het Nederlands te zeggen. Maar Nederlands is wel een moeilijke taal vaak, hè, voor buitenlanders. Nederlands is niet zo makkelijk. Nee. Maar ja,
ik moet, dit is de eerste keer voor mij, ik probeer in mijn Nederlands, mm-hmm. op tv. Ja. Dus, maar, ja. Ja. Want toen je in Pinoza speelde, dan mocht je gewoon in Spaans. Ja, ik moet Spaans of misschien soms Engels. Ja. Dus, weet je nog een zinnetje wat je moest zeggen in het Spaans voor Pinoza? Let me think on it. Ja, el coach está por todos lados. Wat zei je? El coach está por todos lados. De wagen? De coach has is been everywhere. Oké. Okay. En I have... El coach, dat is de... El coach was a bad guy there too. Ja. En I don't remember all the lines. Nee. Dat is inmiddels alweer eventjes geleden. Yes, ja. Zeg, ja, we hebben dat nou, of ja, jij voornamelijk dan, wel allemaal staan bereid. Ik heb er nog niks van geproefd. Yeah. We gaan het gerecht ook nog op Facebook zetten, hè, zodat mensen het eventueel zelf ook kunnen maken. De saus is natuurlijk wel een beetje een geheim, hè? Ja, mijn eigen saus. Ja, want je probeert ook op festivals en zo te staan, zei je zojuist. Ja, ik ga naar Breda Barst. Oh ja, Breda Barst. Ja, in september is dat, in het Valkenberg. Mexicaan feestje. Een Mexicaans feest, ja. En ook Oosterhout en andere foodtruck festivals. Ja. Nou, we komen jou gewoon over. Oh ja, je hebt tegenwoordig die foodtruck festivals. Dus tegenwoordig is dat heel erg hip, hè? En in. Ja, ja, daar komt Jan en Alleman, Jolly Alleman komt daar naartoe. Ja, zoals Mexico. Ja. Dus je bent goed en druk bezig. Ja. Moet ik er nou veel van die saus op doen? Ja, ik spring een beetje van de hak op de tak af en toe, maar vooruit. Moet er veel van die saus op? Ja. A lot of sausage? Een beetje. Is een beetje pittig, maar niet veel. Oké. Okay. Een beetje ruiken natuurlijk, hè? Is een vetje eronder? Ja, eet smakelijk. Eet smakelijk. Dat was een hele hap. Nou, ik moet zeggen. Die saus is lekker pittig. Oh ja, die maakt het natuurlijk, hè? Ja. De burrito is net pittig. Ja, maar de burrito, de saus die maakt het dan. Ja. Je moet er inderdaad niet te veel op doen, want hij is inderdaad heel erg pittig. Ik ben blij dat je hier wat water hebt. Wil je zelf ook geen halve? Ja, zeker. Ja. Dank je. En niet te veel saus, hè? Nee, voor mij... Je bent er gewend natuurlijk. Mexica, dus. Is de Mexicaanse keuken over het algemeen pittig, hartig? Nee. We have... De saus is apart. Oh, de saus is apart? Altijd saus is apart. We have the dishes. Ja. En dan de saus. Ja. Ja. Als de mensen willen de eten een beetje pittig, dan je moet dat moet je kun je zelf dan toevoegen. Ja. Nou, ik wil jou heel hartelijk danken dat je het voor ons bereid hebt. Dat je van alles en nog wat verteld hebt. Dat je in die 2 jaar dat je nou in Nederland bent, je hier al helemaal thuis voelt. Dat je je happy voelt, dat je gelukkig voelt. En ik wens je daar heel veel succes verder bij. Zeer zeker met wat je allemaal aan het doen hebt. Kijk, en het voordeel is dat je nou die handschoen al aan hebt. Dan kun je zo in de volgende aflevering van Pinoza, hè? Goed, nou bedankt voor het kijken. We zijn er volgende keer weer. En dan zijn er weer nieuwe gasten, nieuwe gerechten. En we gaan dit nu lekker veroveren. Tot de volgende keer. Ja. Ja, lekker.